Het is vandaag een, toch redelijk bijzondere dag. Want, ja, dus het is wel echt fingers crossed gewoon. Ik heb goed nieuws en ik heb heel verdrietig nieuws. Dus alsjeblieft wil ik dit even aan jullie meegeven. En wij hebben logies. En het zijn dat weer een blijkbaar lotgenoot, een zeer bekend persoon, is overleden. Het is alleen weer zo'n klap in je gezicht. Ik ga vandaag weer, sinds een paar maanden, mijn haar een beetje laten bijkleuren. Speciale dag vandaag. Ja. Huh? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Lieve Totties, goedemorgen. Welkom bij een hele nieuwe video. Dankjewel, Jessie. Kom je erbij? Hi, lieve Tatties! Welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag een, toch redelijk bijzondere dag. Want ik ga vandaag weer bloed prikken. Ik moet weer naar het ziekenhuis. En hopelijk krijg ik groen licht voor mijn allerlaatste chemotablettenkuur. Dan is er alweer een half jaar voorbij. Tja, weer. Weer een half jaar voorbij. Ja, echt, de tijd vliegt als gek. Is maar goed ook eigenlijk. Spannend toch wel. Spannend. Want ja, aan de ene kant denk je van ik wil klaar zijn met die troep. En je weet ook niet wat het allemaal zeg maar doet. Qua bijwerkingen en zo. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Aan de andere kant is het natuurlijk ook best wel een beetje eng om weer iets los te moeten laten, zeg maar. Lekker. Dankjewel. Ja, dus dat is best wel spannend. Want ja, het is toch weer iets wat ik zeg, wat je los moet laten. En je hoopt gewoon dat het zijn werk heeft gedaan, als er überhaupt al wat zat. Want ja, het gekke van dit is dat je het eigenlijk niet kan meten of het iets gedaan heeft. Ja, je hoopt dat er niks zit op afstand. En dat konden ze dus ook niet zien. Maar ja, dat betekent ook dat het niet meetbaar is. Die chemotabletten, et cetera. En dat was allemaal natuurlijk preventief. Dus om de kans zo klein mogelijk te maken dat het niet toch ergens oppopt. Ja, dus het is wel echt fingers crossed gewoon. Ik moet wel zeggen dat ik... Tuurlijk ben ik af en toe best wel moe. Hè, maar we hebben ook veel te doen. Ik ben aan het reïntegreren. We zitten in een nieuw huis. Er moet constant schoongemaakt worden. Dingen moeten nog afgemaakt worden. We hebben Jessie Silver. Dus ja, het is een hoop. En dat is dan natuurlijk ook logisch dat je af en toe... dat ik misschien wat sneller moe ben. En, maar ja, ik lees ook andere verhalen van mensen die gewoon echt in een rolstoel moeten. Omdat ze zo ontzettend moe zijn. Dat ze een dagje weg bijvoorbeeld niet eens trekken. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor dat het bij mij niet zo is. En ik hoop ook dat het een voorbode is voor mijn toekomst eigenlijk. Nu gaan we opschieten. Het is Silver even naar oma brengen, want de gastouder is ook lekker op vakantie. En dan ga ik door naar het ziekenhuis. Nou jongens, daar gaan we weer. Zo, ik zit even op het plein bij het ziekenhuis. Ik heb goed nieuws en ik heb heel verdrietig nieuws. Laten we even beginnen met het goede nieuws. En dat is dat ik mag beginnen met mijn laatste chemotablettenkuur. Mijn bloedwaardes waren heel goed. Mijn rode bloedcellen die moeten tussen de iets van een 7,5, 9,5 zitten of zo. En die van mij staat op 8,2. Dus dat was echt super goed. Mijn leverwaarden, ja. Die waren wat minder, maar dat is eigenlijk elke keer zo. En logisch, omdat de chemotabletten moeten worden verwerkt door mijn lever. Maar dat zag er dus allemaal heel goed uit. Dus ik heb een groen licht gekregen voor mijn laatste chemotablettenkuur. Dus daar ben ik heel blij mee. Over 3 weken dan ga ik weer bloed prikken en dan ga ik weer voor controle bij de arts. Want ik was nu bij de verpleegkundige.
En ja, dan ga ik even kijken of ze nog een PET-scan voor mij willen inplannen. Zodat ik kan kijken. Eigenlijk meer voor mijn eigen gemoedsrust. Want ja, het zegt niet zoveel. Op een of andere manier zeggen ze van ja, weet je, het kan morgen anders zijn bijvoorbeeld. Dus dat is het goede nieuws. Het minder fijne nieuws is dat wij net het bericht hebben gekregen dat een familielid van Sergio, Andrea, helaas is overleden. Ook een lotgenoot, borstkanker. Ja, ook gewoon veel te jong, in de 50. Een tijd geleden hebben wij nog een vlog aan haar gewijd en zijn we bij haar langs geweest, want zij is ook zo super positief. Maar ze wist al dat ze terminaal was, dus ze had uitgezaaide hormonale borstkanker. Daar zal ik zo even wat meer over vertellen. Maar ze had nog een droom en dat was ja, walvissen spotten. Dus daar hebben wij een vlog aan gewijd om wat geld in te zamelen voor haar. En dat is toen ook gelukt, toen is ze geweest. Ik zal even een stukje laten zien van die vlog. Ik ben Andrea en ik ben bezig met het einde van mijn leven. Nou, dit is Andrea. Hè? Hi. Hallo. En Andrea is een nichtje van mijn moeder. Die zit daar. Ja, ik had graag je huisje ontmoet onder leukere omstandigheden. Ja, gewoon voor de gezelligheid. Ja. Ja. Maar niet voor zo'n... Nee, beladen onderwerpen. Ja, jeetje. Maar hoe voel je jezelf dan? Hoe kijk je dat tegenaan? Ik blijf positief. Dat is sowieso heel goed. Ja. Ja. En ik ben wel moe. Ja. Hoog erbij. Ook met de chemotabletten. Ja. Maar ik ben ziek. Ik weet dat ik ziek ben. Ja. Maar dat wil hier nog niet allemaal binnendringen. Nee. Waar zit het precies? Mijn botten en mijn maag. Jeetje. Maar het is niet de eerste keer? Nee, het is de tweede keer. De eerste keer had ik borstkanker, 4 jaar geleden. En iedereen zei, je bent beter. Maar ik heb altijd, ja, die magische grens van 5 jaar. Dus ik nou sta nog steeds niet aan de goede lijn van die 5 jaar. Oké. Dus het is 4 jaar later en... Je voelde het... Ja, maar je stopt het weg. Ik denk, ja, dat ik niet kon eten, dat is stress, dat is allemaal stress. Want ik zeg een vaste baan op voor een uitzendbureau. Ja. En toen ben ik bij de huisarts terechtgekomen, ja, dat ik niet kon eten. En die heeft gevoeld, kreeg medicijnen mee voor maagbeschermer. Dat heeft niet geholpen, maar wij gingen op vakantie. Ik zei, dan gaan we toch eerst op vakantie, want ik voelde gewoon, er is iets niet goed. Ik denk, nee. Ik ga niet die vakantie annuleren, dan hebben we die nog gehad. Ja. Ja. En toen zijn we op vakantie, ging het ineens heel snel bergafwaarts. Kon ik een trap weer op, kon een brugje meer over. Op de vakantie zelf? Ja. Oh, mijn bikinis waren veel te groot ineens. En toen heb ik op vakantie al de huisarts gebeld, ik wil meteen komen als ik terug ben. Ja. En dan was donderdagsmorgens ben ik bij de huisarts terechtgekomen en die voelde iets in mijn maag. Die heeft ook meteen het ziekenhuis gebeld. En toen zijn die onderzoeken begonnen. Ja, nou ben ik bezig met mijn derde chemokuur met tabletten. En dan in januari krijg ik een CT-scan en dan weten we pas of het aanslaat. En ze kunnen ook niet zeggen, heb ik ook meteen gevraagd, hoe lang heb ik nog? Ja, daar kunnen ze ook heel weinig over te vertellen. Ja, het zit overal. Ik zeg nou, wat ik nog wil, wat ik altijd gewillen heb, maar wie krijg je mee, is walvissen spotten. Ja. En toen zaten ze hier allemaal walvissen spotten. In de kou. Maar ik kan ook wel sarcastisch zijn. Want ik heb ook al muziek, denk je al na. Ja. Foute muziek wil ik ook, van This Girl Is On Fire. En dat is ook gelukt. Ze is dus walvissen gaan spotten. Alleen, het was in de winter, geloof ik dat ze ging. En toen waren er geen walvissen. Dus dat was echt heel sneu. Nu zullen jullie haar ook misschien kunnen kennen van uitstel van executie. Daar is zij pas voor op tv geweest. Toen hebben ze een heel gaaf appartementje voor haar kunnen regelen. Want in haar eigen huis kon ze gewoon niet blijven met een trap. En ja, dus dat was echt... helemaal super. En is ze alsnog nog een keer walvissen mogen gaan spotten. En toen heeft ze wel wat gezien. Dus dat is wel echt helemaal super.
Ja, alleen was haar laatste scan was dus niet goed. De chemo had niks meer gedaan. Dus het was eigenlijk einde verhaal. En ze heeft vanochtend dus haar laatste adem uitgeblazen. En dat is wel echt, heel wrang. Ze was altijd super positief. Ook niet bang voor de dood en euthanasie geregeld. Maar het erge is dat ze dus nu aan het einde, waarschijnlijk is het ook naar haar hoofd geslagen. En daardoor werd ze ook ineens angstig. Ze durfde niet meer. Ja, vind ik echt, dat grijpt me echt aan mijn hart en mijn maag. Ik vind het zo verschrikkelijk, weet je wel, want het is dan iets onvermijdelijks. Je weet dat het gaat gebeuren en dat het dus helemaal omslaat in angst. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar wat ik jullie wel wil meegeven is, ik heb met mijn schoonmoeder erover gehad en mijn schoonmoeder die denkt dat zij eigenlijk onderbehandeld is. Zij had borstkanker blijkbaar in 2 borsten, allebei hormonaal. Degene die wat groter was, dat konden ze dus zien, want de tepel was ingetrokken. Daar hebben ze de borst van afgehaald en bestraald. Maar haar andere borst, daar zat dus ook iets in, die is eigenlijk per ongeluk ontdekt. Maar die was een stuk agressiever, maar wel heel klein. En wat hebben ze nou gedaan? Die hebben ze borstbesparend behandeld. Een klein agressieve tumor. Maar die hebben ze niet bestraald. En volgens mij is het zo dat als jij borstbesparend wordt behandeld, dat je altijd bestraald moet worden. En dat hebben ze dus bij haar niet gedaan. En Andrea was ook iemand die eigenlijk geen vragen stelde. En ja, en uiteindelijk had ze dus uitzaaiingen gekregen. Een lever, botten. Dus eigenlijk wat ik aan jullie wil meegeven, alsjeblieft, blijf zelf nadenken. Blijf onderzoeken, blijf vragen stellen. Hou de artsen alert. Zoek dingen op. Vraag dingen aan lotgenoten. Beter te veel gevraagd dan te weinig. Ik wil zeker niet zeggen dat haar artsen misschien heel slecht gehandeld hebben, want je weet nooit hoe een tumor kan gaan. Maar dit is wat ik gehoord heb en wat ik weet. En als je er zo over na gaat denken, dan denk je toch, hebben ze haar niet onderbehandeld? Dus alsjeblieft wil ik dit even aan jullie meegeven. Blijf vragen stellen. En ga ervoor. Maar dat deed Andrea ook. Ze was hartstikke positief, dus daar lag het niet aan. Maar ze vertrouwde blindelings op de artsen. En deed gewoon wat zij zeiden en stelde geen vragen. En ja, achteraf denken wij nu van, is ze niet gewoon onderbehandeld? Dan hebben ze wel goed genoeg gehandeld en behandeld bij haar. Dus alsjeblieft. Dus dat is even het mindere nieuws. Ik ga me wel proberen te focussen op mijn goede nieuws. En dat is dus dat het bij mij tot nu toe gewoon goed uitziet. Ik mag weer mijn chemotabletten doen. Ik heb nog steeds geen echt last van hand-voetsyndroom. Ik heb weer nieuwe calciumtabletten gekregen, Tascal. Dat is calcium met vitamine D voor de botten. En daarmee ga ik nu lekker naar huis en het goede nieuws thuis brengen. Goedemorgen. Het is alweer donderdag. Dus ik ben alweer even kijken. 1,5 dag verder. Met mijn tabletten. Mijn laatste chemokuur. Ik dacht, ik ga jullie even laten zien hoeveel er nu in godsnaam in zit. Het is nu inmiddels zoveel dat het gewoon niet meer in één bakje past. Dus ik heb het moeten verdelen over de ochtend, middag en 's avonds, 's nachts. Maar voor de ochtend neem ik dus die. Dat zijn vooral de calcium, magnesium en glucosamine. En dit zijn 5 van mijn chemotabletten. En hetzelfde neem ik dus 's avonds. Plus nog een hormoonpilletje. Althans, antihormoonpilletje. Dus dat is altijd lekker voor het ontbijt, manies. Ik zou wel echt blij zijn als ik er vanaf ben. Vooral omdat het gewoon irritant is dat je een half uur, binnen een half uur voordat je de pillen inneemt, ook wat moet eten. Dus je moet altijd weer iets bij de hand hebben, want anders kan het weer niet goed voor je maag. Mama! Ja, schat? Ik wil bananen.
Wil je wel een banaan? Oké, nou ga ik voor jou maken. Zo, ik ben lekker met mijn moppie in het Zuiderpark. Sergio die moet helaas weer werken. Maar het is lekker weer. En ik begreep dat er in het Zuiderpark Theater leuke dingen zijn te doen voor kleine kinderen. Dus we gaan eens eventjes kijken of dat wat is. Kunnen we er toch lekker uit. Dan kunnen we wat leuk doen. Ik hoop het. We zijn weer lekker thuis. Het was hartstikke leuk voor Jessie om in het Zuiderpark het een en ander te doen. En wij hebben logees. En het zijn cavia's. We hebben er eentje even uit het hok gehaald. Jessie heeft voor het eerst een cavia vast, hè? Hey! Ga niet weglopen. Vind je hem lief? Gaan we zo even het hokje in orde maken, hè? Gaan we dan de tweede uithalen? Ja, dan gaan we die andere er ook uithalen. Maar deze was iets rustiger, begreep ik. Wat makkelijker. Nou, leuk. Hè? Even oppassen, cavia's. Niet doen. Beetje rustig. Maar ik vind het gewoon dekker als ik het zo doe. Gaat hij dadelijk weglopen, hoor. Ik ga even de spullen pakken, want voordat de honden ineens cavia voor zitten te eten, ben ik ook benieuwd hoe ze zich gedragen. En een hele goede middag. Ik zit lekker op de zolder een vlogje voor jullie te maken. En we hebben vandaag weer nieuws gekregen dat weer een blijkbaar lotgenoot, een zeer bekend persoon, is overleden. Namelijk Olivia Newton-John. Wie kent haar niet? Van Grease. You know what I want. Ik wist niet dat zij dus ook borstkanker had. Ze heeft het blijkbaar al 3 keer gehad. En ik weet niet of het nou al de 2e keer was dat ze een uitzaaiing had. En dat dat toen even weg is. En daarna is het toch weer teruggekomen. En dat is haar nu fataal geworden helaas. Het schijnt dat zij ook een soort van eigen ziekenhuis heeft. Onderzoek doet naar kanker en weet ik het allemaal. Dus dat is natuurlijk geweldig dat ze daar al in geïnvesteerd heeft. Niet alleen voor haarzelf, maar ook voor alle lotgenoten. Het is alleen weer zo'n klap in je gezicht. Het is weer dat je denkt, tuurlijk. Hè, er is weer iemand overleden en waaraan? Dus ja, dat zijn even weer van die momenten. Dat is gewoon vervelend. En zoals ik al eerder heb gezegd, ik vind het ook altijd een beetje frustrerend vanuit mezelf. Dat er altijd een beetje halve informatie wordt gegeven. Want het is altijd, ze is overleden aan borstkanker. Punt. Ja, wat voor vorm had ze dan? Was het erfelijk? Al dat soort dingen, daar wil je dan als borstkankerpatiënt, in ieder geval ik, wil ik daar antwoord op. Want je wil je gelijk vergelijken om te kijken van, maar dat heb ik in ieder geval niet. En om jezelf weer op die positieve rit te krijgen, zeg maar. En dat vind ik toch wel jammer. Dat ik snap ook dat dat waarschijnlijk ook misschien wel te maken heeft met privacy of zo. Maar ja, weet je, als je toch de wereld inbrengt dat iemand is overleden en waaraan, ja, geef dan gewoon alle informatie, zodat alle lotgenoten ook weten een beetje, hè, dat ze zich kunnen vergelijken. Dus ja, volgens mij hoor ik Moza naar boven lopen. Daarnaast is vandaag de crematie van Andrea, het nichtje van mijn schoonmoeder, lotgenoot,
super positieve, sterke vrouw die het helaas ook niet gered heeft. Ik heb jullie het verhaal al verteld, hè. Uit zijn hormonale borstkanker. Dus dat is wel echt heel naar. Maar wat ik dan wel weer grappig vind is dat zij gecremeerd wordt. En zij wilde dus het nummer This Girl Is On Fire van Alicia Keys. Ja, dat vind ik dan echt wel weer super grappig. Dus dat brengt dan weer de lach eigenlijk terug in zo'n trieste dag eigenlijk. Ik zweer het je. Mojo die is naar boven aan het lopen. Mojo, wat doe jij hier? Jij ouwe lobbes. Ben je nou gewoon twee hoge trappen naar boven gekomen? Jij hoort hier niet te zijn. En nou durf je ook niet meer naar beneden. Dan kan ik jou dus weer gaan tillen. Hè? Ja, dat is hoog hè, vriend? Jij wordt steeds brutaler. Hoe ouder jij wordt, jij denkt... Bekijk het allemaal maar lekker. Ik doe gewoon wat ik zelf wil. Je gaat even rondsnuffelen hier. Nou. Ik ga jou even naar beneden tillen. Hey Jess, Mojo. Mojo. Mojo! Mojo Valentino van Ginkel. Hey. Hey. Lobbes. Hé? Ouwe lobbes. Goedenavond. Ik ga vandaag weer, sinds een paar maanden, mijn haar een beetje laten bijkleuren. Want het is flink gaan groeien. En het donker komt er weer doorheen. Dat vind ik wel leuk. Maar het wordt iets te veel. Dus ik ga weer lekker naar mijn vaste kapstadje. Nou, het is eventjes aan het intrekken. Ze moet heel erg lachen om haar. Je zou bijna denken dat ik buitenlands bloed heb. Het is echt lang geworden. Ze dacht dat het wel iets van 4 centimeter gegroeid was. Dus ik ben benieuwd hoe hard dit blijft groeien. Ja, zeg maar. Wat ging je zeggen? Hi, schatte patatties. Dat wilde jij zeggen, hè? Nou, jongens. Ik blondie hier. Ik ben nog niet onder de douche geweest. Dus ik ben zo... Dit is nog steeds het haar vanuit de kapper, zeg maar. Het is heel blond. Nog zelfs een beetje gelig. En met paarse stukjes daartussen. Dus dat wordt als het goed is wat minder als ik mijn haar een paar keer gewassen heb. Maar hoe vind jij het, schat? Ik vind het mooi. Koop de salai. Ja, uiteindelijk vind ik het mooier als er op een gegeven moment weer uitgroei doorheen komt. Hè? Dus dan vind ik het wat speelser. Maar met dit korte haar is het gewoon niet te doen om dat erin te krijgen. Dus we beginnen gewoon weer eventjes vanaf de kern. En dan groeit het vanzelf snel genoeg uit. Ik hoop wel dat het iets minder geel wordt. Als dat niet gebeurt, dan ga ik nog een keer even naar de terug. Kijken of het nog iets lichter kan. Maar ja, krullen zou doorzetten. Ik ben er ook heel benieuwd naar. Ze zei, oh, ze moest zo keihard lachen. Ze zegt echt, nou, een Afrikaan is er niks bij, zegt ze. Ja. Ik zeg, ja, nou ja, misschien komt er wel uit dat ik wat andere bloed er tussendoor heb zitten. Ja. Nee hoor, dat denk ik niet. Maar ik zou het wel leuk vinden. Ze zegt, oh, het is ook echt super vol weer. Ze zegt, en het valt ook niet uit. Ze zegt, voorheen had ze natuurlijk best wel veel haren dan in de handen. Ik ook altijd. Ze zegt, het is zo gek om dit haar bij jou te hebben. Ze zegt, normaal was het echt van... Ja. Oh, sorry. Nou, gaat-ie lekker? Ja. Sergio is keihard bezig geweest. Wij gaan nu eventjes lekker naar mijn moeder. Want die heeft internetproblemen. Dus gaan we even kijken of we kunnen helpen. En dan gaan we daarna lekker naar het strand. Ja. Goedenavond. Ik heb mijn soort van sportoutfitje aangetrokken. Want, heel leuk, ik ga vanavond roller skaten.
Normaal deed ik altijd een inline skaten. Vond ik wel leuk. Maar die roller skates vond ik er altijd zo leuk uitzien. En wat ze ermee kunnen en doen. Ik ben benieuwd of ik daar nog iets van bak. Of dat ik gewoon gelijk alles afscheur. Maar mijn buurvrouw, die zei dat ze dat ging doen. En of wij zin hadden om mee te gaan. Dus we gaan met ons als drie buurtjes gaan we gezellig samen roller skaten. Ik ben heel benieuwd. Want ik zou het wel heel leuk vinden als ik iets kan doen aan sporten. He, bewegen, wat ik ook gewoon echt leuk vind om te doen. Dan ben ik ook veel meer gemotiveerd dan een beetje aan dingen te trekken. Dus ik ben heel benieuwd. Keep you posted. Zo, ik zit even bij mijn kapster weer. Want het was toch nog een beetje geel uitgeslagen. Dus we gingen het nog één keer ontkleuren. Even kijken hoe dat gaat. Maar het is de ochtend van mijn allerlaatste chemotabletten. Daar gaan we, jongens. Bye bye. Bye bye. Kijk, dit is veel beter. Er zit nog een kleine warme gloed in, maar het is niet meer geel, dus. Ja, hier ben ik een stuk contenter mee. Vinden jullie? Ja, ik dacht als dat geen goed moment is voor een kava. Nou, inderdaad. Het is nog steeds niet heel goed, hè, want ik ben nog niet helemaal... Ja, een glaasje. Een druppeltje. Wat heb je allemaal gekocht, schat? Nou, Poepie, ik heb dus mezelf getrakteerd. Ik heb flink geïnvesteerd. Als feeling. Ja. Ik wilde eigenlijk een veel leuker kleurtje, maar ik ben natuurlijk voor de kwaliteit van een beetje dansdingen gegaan. En toen dacht ik, maar dan ga ik hem gewoon optimpen. Dus. Dat zijn gewoon zwarte skates. Ja, maar, chic. Met een bloempje als ren. En. Hoppa! Allemaal veters, die moeten er nog op. Ja. Dan zouden we heel druk, dus daar was geen tijd voor. En deze, die komen op de voorkant. Dus die doen we dan zo. Het gaatje moeten we wat groter maken. Auw, dat doe jij. Zo, en dan komt die zo. Dus hier komen dan de veters doorheen. Dat is gewoon een voorkant. Extra flappie. Ja, gewoon ter bescherming, zeg maar. Oh ja, neus beschermen. En omdat ik die vrouw zo op haar piep zag gaan gisteren, dacht ik, ik ga voor billenbeschermers. Heupen. Dat is vooral. Heupen. Ja, dus een broek, die kan je dan onderdragen. Je had ook gewoon een ijshockeypak kunnen kopen. Wat zeg ik? Een ijshockeypak. Dat had ook gekund. Maar ik denk, ik ben nu toch wat fragieler. Ja, nee, dus. Zeker, is ook zo. En ik denk altijd van ja, natuurlijk polsbandjes zijn ook handig. Maar als je gaat, is het vaak zo. En dan lig je echt op, nou die vrouw die viel zo hard op het stuitje. Dat ik echt dacht van ja, daar heb je vaak niks voor. Dus die. En een helm. Dat doe ik ook normaal gesproken niet. Maar ik dacht, laat ik het een keer wel doen. Maar ga je het vaker doen dan? Nee, ik vind het gewoon leuk. Nee, dat is wel de bedoeling. En ik dacht, het is leuk als ik dan thuis ook heb, dat ik gewoon ook ergens naartoe kan gaan om een beetje te oefenen. Ja. Dat je je driedubbele axel ook thuis kunt oefenen. Snap je? Natuurlijk, ja. Fancy. Met je achtertuin doen. Ook gewoon, ja, asfalteren gewoon. Ja, leuk, hè? Ja, dat mag niet schijnbaar. Ik heb begrepen, asfalteren. Maar ja, het zijn de kleuren van het huis. Ja, precies. Blauw, roze. Ja. Dus daar ben ik heel blij mee. Snap ik. Dus gaan we zo, ga ik even de veters en alles doen. Ja, en, op het gemak hier. Ja. Speciale dag vandaag. Ja. Hè? Alles te lopen. Ja. Bijna alles. En als het tijd is voor kava. Nou, inderdaad. Dan weet ik het ook niet meer. Nee. Poppen die al. Ah! Oh, dat kan. Oh.
Dat ging wel iets harder dan ik dacht. Ja. Slokkie. Thank you. Als tu. Ja. Ja? We proosten op het leven. Op het leven. Lang leven. Gezond leven. Gezond leven. Liefde, geluk en zaligheid. Zo is het. Daar doen we het voor. Moet ik lekker afsluiten? Ja. Proost. Proost. En hopelijk vonden jullie dit weer een leuke vlog. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En we zien heel graag jullie reacties. Tot de volgende keer.